Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrijec. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik een van de personen die verantwoordelijk is voor de communicatie binnen Nederland. En ik maak gebruik van de applicatie AdvaHunter. En hiermee is het mogelijk om visualisaties te maken van Unitsky String Technologies. En daar zal ik later in deze presentatie iets meer over uitleggen. Het milieu is nog steeds een hot item. Dat wil zeggen dat er op dit moment vrij veel uitvindingen worden gedaan om het klimaat een stukje terug te dringen. Onlangs verschenen er nog rapporten over het klimaat dat het sneller opwarmt dan wat mensen hadden verwacht. Maar het is een probleem wat zich eigenlijk al een x-aantal jaar afspeelt en waarbij er tot op heden nog geen innovatief idee is ontworpen om dat klimaat op een goede manier en op een ecologische manier voldoende terug te brengen. Een van die mensen die een idee heeft bedacht is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy is eigenlijk de general designer of de founder van Skyway. Wij noemen het op dit moment Yunitskiy String Technologies. Skyway is een merknaam, maar vanaf heden zullen wij het Yunitskiy String Technologies noemen. Anatoly Yunitskiy is vanaf 1978 bezig om zijn idee te creëren en te visualiseren. Of met name, hij is begonnen met zijn visualisaties, maar hij is vanaf 1978 begonnen met het idee tastbaar te maken. Wat jullie op de foto zien is een aantal afbeeldingen van Anatoly Yunitskiy zelf. En zijn idee door middel van een vrachtwagen die hij begin de jaren 2000 op een rails heeft kunnen laten rijden. Wie is Anatoly Yunitskiy? Anatoly Yunitskiy is voor de meeste mensen in Europa de grote onbekende. Maar binnen de Russische Federatie en de oostelijke landsgrenzen is Anatoly Yunitskiy een zeer bekend persoon. Hij heeft een x-aantal onderscheidingen gekregen, x-aantal awards heeft hij, heeft samenwerking met onder andere de Verenigde Naties en heeft een x-aantal boeken geschreven, waarin je eigenlijk goed kunt zien hoe hij de wereld voor zich ziet en met nadruk het stukje transport op ecologische wijze wat hij eigenlijk wil teruggeven aan onze aarde. Dit is hoe Yunitskiy String Technologies er eventueel uit zou kunnen zien. Wat je eigenlijk ziet is dat er een pilaar in de grond staat en daartussen zijn kabels gespannen en aan die kabels hangen zogeheten modules. En dat kunnen verschillende modules zijn, maar wat hij heeft willen creëren is eigenlijk transport op het tweede niveau om zoveel mogelijk ruimte te besparen, waardoor de natuur op een goede manier weer tot bloei kan komen en waardoor flora en fauna weer rustig tot de oorspronkelijke staat terug kunnen komen. Dit is Yunitskiy String Technologies. Dit zijn een aantal modellen. Dit zijn bestaande modellen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Wat zou Yunitskiy String Technologies kunnen betekenen? Yunitskiy String Technologies is een totaalconcept. Dat wil zeggen dat naast het transport waar wij ons vandaag op gaan richten, dat er ook nog andere pijlers zijn die Anatoly Yunitskiy heeft weten te ontwikkelen en te creëren. Een van die pijlers is een grondverbeteraar in de vorm van humus. Daarnaast, wat hij wil bereiken is de flora en fauna tot een, maar in ieder geval de flora en fauna in een zo goed mogelijke manier te laten herstellen. Transport van personen en goederen op een efficiëntere manier van A naar B laten creëren. En dat allemaal binnen een vermindering van het aantal meters wat normaal gesproken nodig is om een weg aan te leggen. Maar in dat geval, omdat hij gebruik maakt van het tweede niveau, bespaart hij ontiegelijk veel op dat gebied van infrastructuur. Er is eigenlijk al in verschillende decennia een poging getracht om transport te creëren op het tweede niveau. Op de foto linksboven op deze pagina zie je dat ook. Dat is hoe mensen dat in vroegere tijden voor zich zagen. Maar je ziet eigenlijk ook op de foto's links en rechtsonder op het scherm dat het echt wel nodig is. Er zijn bepaalde steden op deze wereld waarbij er niet meer gereisd kan worden binnen een half uur, maar waarbij eigenlijk 9 van de 10 keer mensen in lange files vaststaan en op die manier ook niet meer op de plaats van bestemming kunnen komen. Je kunt erbij denken aan steden zoals Lagos in Nigeria of New Delhi in India.
Wij mensen zijn natuurlijk verhardend. De meeste natuurrampen die ontstaan, zijn door mensen tot stand gekomen. Het klinkt heel gek wat ik zeg, maar je kunt daarbij heel simpel nadenken. Grote olietankers die breken door metaalmoeheid, met alle gevolgen van dien dat beschermde natuurgebieden vollopen met olie en dat de beesten die in die leefomgeving leven, uiteindelijk letterlijk onder de olie worden besmeurd. Als de redding niet op tijd is, dan overlijden die beesten ook. Op deze foto of deze sheet zien jullie een foto van onder andere ook het transport op het tweede niveau. Er zijn een x aantal banen waar mensen heel vaak aan refereren. Op het moment dat ze Unitsky String Technologies zien van, oh, maar dat is er al, dat is niet nieuw. Dit is niet met elkaar te vergelijken. Dit zijn monorail systemen. De ene is in Duitsland en de andere is in China. Die wordt daar getest. Het is inderdaad transport op het tweede niveau. Maar het is met geen mogelijkheid te vergelijken met Unitsky String Technologies. Omdat Unitsky String Technologies simpelweg eigen motorwielen en eigen accu's heeft. Dit is een kabelbaan. Ook maken mensen veelal de vergelijking met een kabelbaan en Unitsky String Technologies. Een kabelbaan maakt gebruik van een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat zowel vaak boven als op het eindpunt een motorwiel of een tandwiel in beweging wordt gebracht. En daartussen worden gondels van A naar B getrokken. Als de ene gondel stilstaat, dan staat vaak ook de andere gondel stil. Soms kunnen ze wel met elkaar communiceren in de zin van dat ze wel naar de andere module toe kunnen rijden. Maar daar houdt het ook erg mee op. Op het moment dat er een probleem is met een van de gondels, kunnen de achteropvolgende gondels niet met elkaar communiceren, maar kunnen ook niet doorrijden. Onlangs heeft er begin dit jaar ook een ramp in Italië plaatsgevonden met een skilift. Dat is eigenlijk een desastreus gevolg van wat er zou kunnen gebeuren met zo'n kabelbaansysteem, omdat het een getrokken systeem is. Unitsky String Technologies is een compleet zelfgecreëerd systeem. Dat wil zeggen, wat ik net al aangaf, is dat de motorwielen en de accu's van dit systeem zelf zijn ontworpen. Deze motorwielen zijn in staat om energie op te wekken en de accu's zijn in staat om die energie op te slaan, dan wel af te geven voor stedelijk gebruik of eigen gebruik voor de modules. Daarnaast zit er ook artificial intelligence technologie verworven in de techniek van Unitsky String Technologies. Je ziet op deze sheet ook twee modules. Dit zijn bestaande modules, beide op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Er is nog een 3D-animatie van een vrachtmodule. De vrachtmodule wordt op dit moment in Wit-Rusland ook al getest. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak. Ik ga deze rustig met jullie door. Je ziet dat het ons aardoppervlak eigenlijk een beetje berg en dal is. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, moeten we het egaliseren. Wat je dan ziet gebeuren is dat de dieren letterlijk worden bedolven onder het zand. Op het moment dat dat geëgaliseerd is, moeten wij een fundering plaatsen. Dat is een grijze balk op jullie sheet. Op het moment dat dat is gedaan, dan komt daar weer een laagje aarde overheen. En dan komt uiteindelijk in dit geval de daadwerkelijke spoorconstructie te liggen. Als je dat vergelijkt met de constructie van Unitsky String Technologies, dan zie je dat Unitsky String Technologies gebruik maakt van zogeheten intermediate supports. Wat zijn intermediate supports? Dat zijn heel simpel gezegd pilaren die op een x-aantal meters van elkaar in de grond staan. Het grote voordeel van dit systeem is dat het vele malen minder gebruik maakt van ons aardoppervlak. Op het moment dat die pilaren, om het even simpel te houden, in de grond staan, dan wordt er een kabel gespannen. Als de kabel gespannen is, dan wordt de kabel losgekoppeld en bevestigd aan zogeheten anchor support. En een anchor support is een station of een opslagplaats. Eigenlijk is dat hetzelfde, maar om het begrijpbaar te houden, zijn anchor support stations. De intermediate supports, oftewel de pilaren, kunnen op een gewenste afstand van elkaar worden gecreëerd en gebouwd. Op het Ecotechnopark in Wit-Rusland maakt de Flexible String Rail gebruik van een 200 meter span. En in de Emiraten wordt op dit moment een testbaan gecreëerd waarbij er een overspan of een spanwijdte is van 288 meter. Dit is nog een sheet
Dit is ook een sheet met hoe dat er eventueel uitziet. En wat ik net al aangaf, ze kunnen op 288 meter van elkaar met elkaar worden verbonden. En je ziet dat ons aardoppervlak eigenlijk daar nagenoeg geen hinder van ondervindt. En waardoor het eigenlijk zijn huidige oppervlakte of huidige systeem. Ja, systeem is niet het goede woord, komt niet op het woord. Maar waardoor het huidige aardoppervlak gewoon intact blijft. In het blauwe gedeelte zie je een anti-derailment systeem. Dat is een ontsporingssysteem. Dit systeem zit vaak onder de witte kappen. Maar dat geeft eigenlijk aan dat het systeem ook wordt getest op eventuele ontsporingen. Omdat dat hele grote gevolgen kan hebben. Die Unitsky String Technologies zich niet kan veroorloven. Dit is een doorsnede van een stringrail hoe dat er van binnen uitziet. Daarin zie je een aantal kabels. En je ziet daarin een mengsel van, ik kom even niet op het woord, maar dit is een mengsel, ik geloof polymeer. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar je ziet dat eigenlijk doordat die constructie zo in elkaar met elkaar is gecombineerd, is het een hele stevige constructie geworden. Dit zijn ook nog wat informatiesheets over Unitsky Sync Technologies. Ze kunnen de modules op een desgewenste afstand van elkaar laten rijden. De modules zijn in staat om op een interval van 2 seconden achter elkaar te kunnen rijden. En binnen die 2 seconden kunnen ze nog met elkaar communiceren. Dit is dankzij de techniek van Artificial Intelligence. Dit is een doorsnede van Unitsky String Technologies. En je ziet eigenlijk dat Unitsky String Technologies gebruik maakt van pilaren. Hij komt een gebouw binnenrijden. De module is daar in staat om opgewekte energie af te staan of te gebruiken voor eigen consumptie. Maar naast Unitsky String Technologies is Anatoly Unitsky ook bezig met lineaire cities. En zijn bedoeling is dat de modules die van tussen de gebouwen inrijden, dat die de opgewekte energie ook af kunnen geven aan die lineaire cities. Ook de drone is op dit moment in volle ontwikkeling. Dat wil zeggen dat de drone op dit moment een laadvermogen kan tillen van 750 kilo. Hij wordt op dit moment ook daadwerkelijk getest. Maar zodra die 1500 kilo kan tillen, zal die worden gecertificeerd en ook daadwerkelijk worden ingezet om in moeilijk begaanbare gebieden de constructie te kunnen bevoorraden, of tenminste de bouwplekken te kunnen bevoorraden, zodat mensen toch de routes kunnen bouwen, zodat daar ook weinig tot geen vertraging van zal komen. Dit is een touwverbinding in vergelijking met Unitsky String Technologies. Dit is een bestaande brug. Unitsky String Technologies is niet bestaand. Dat wil zeggen, is wel bestaand, maar dit is een Photoshop afbeelding. Maar je zou eigenlijk de intermediate supports aan weerskanten van een oever kunnen plaatsen. En daartussen kun je een kabelverbinding creëren die op desgewenste hoogte ook nog eens een keer over een rivier kan worden gespannen. Dit zijn de verschillende type stringrails. Of rails. Er is een stijve constructie. Er zijn twee stijve constructies en er is een flexibel stringrail. De flexibel stringrail constructie stelt de modellen in staat om de modellen volledig dat de modellen volledig gebruik maken van hun eigen opgewekte energie. Dat wil zeggen, ze rijden eerst naar het ene hoge punt, vervolgens zie je dat de rail een beetje gebogen is. Dan rijden ze naar het middelpunt toe. Op dat gedeelte wekken de motoren van Unitsky String Technologies hun eigen energie op. Dan is er ook nog een rail waarbij dus zowel boven als onderlangs gebruik kan worden gemaakt om de modules zowel in boven als beneden van A naar B te kunnen laten rijden. Dit is wat technische informatie. De energie wordt opgewekt door middel van staal op staal wrijving. De energie die daarbij vrijkomt, die wordt door de accu's door het motorwiel wordt dat omgezet in energie en het motorwiel kan dat ook afgeven aan de accu's. Op het moment wat ik net al aangaf, als een module een station binnenrijdt, zou die in staat kunnen zijn om de opgewekte energie af te staan aan consumptioneel gebruik. Dit is wat informatie over de aerodynamica.
Zoals je hier op de blauwe, of op de foto ziet, met het blauwe gedeelte, is, zie je dat de wind voor de auto in een heel rustig tempo de auto nadert. Op het moment dat de auto voorbij is, ontstaat er een soort windcirculatie. Dat kan ook wel worden vermeld als vuile lucht. Het meest simpele om nu te vertellen is dat vliegtuigen ook niet achter elkaar kunnen opstijgen. Een vliegtuig moet gemiddeld 1 tot 2 minuten wachten, afhankelijk van de grootte van een toestel, om vervolgens op te kunnen stijgen. Omdat op het moment dat een vliegtuig in de vuile lucht van zijn voorganger zou opstijgen, ontstaat de vuile lucht. De modules van Unitsky String Technologies zijn zo ontworpen dat zowel voor als achter de wind op een efficiënte manier weer tot een nulpunt bij elkaar komt, waardoor dus de eerst opvolgende module geen hinder ondervindt van zijn voorganger. Dit is nog wat meer informatie over de UniFlash. De UniFlash die op dit moment is ontworpen, moet nog getest en gecertificeerd worden. De testbaan op dit moment op het Ecotechnopark in Wit-Rusland is daarvoor te kort. Die is maar ongeveer 900 meter. Ze hebben 25 kilometer nodig om deze module goed te kunnen laten testen. 10 kilometer is nodig voor zijn acceleratie van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer is nodig om hem tot een rustige manier tot stilstand te brengen. Deze module, deze baan is nog niet ontworpen of is nog niet gebouwd. Er zijn plannen voor om deze baan te bouwen, zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten. Het is nu nog even afwachten waar dat definitief zal gebeuren. Dan heeft deze high-speed UniFlash, moet ik zeggen, excuus. Dit is een versie die is uitgevoerd voor 6 personen. Die kunnen hier op een rustige manier in worden vervoerd. Er staat ook nog een foto van een Unibus U4210 bij. Dit is een module die wordt gebruikt voor stedelijk vervoer. En deze module heeft een topsnelheid van 150 km per uur en kan 12 tot 14 personen vervoeren. Dit is Anatoly Unitsky zelf met een patent in zijn handen. Elk schroefje, elk moertje, elk product dat hij ontwerpt, moet hij certificeren. Dus het proces van certificeren is een behoorlijk pittig proces. Dit is een boek wat hij heeft geschreven. Hierin legt hij ook uit hoe hij dat ziet. En je ziet eigenlijk op de kaft van zijn boek lineaire cities verbonden met die met elkaar zijn verbonden door middel van string technologies. Deze techniek, daar is hij al heel lang mee bezig. Voor ons lijkt het dat het net in de kinderschoenen staat. Unitsky String Technologies loopt gemiddeld 5 tot 10 jaar voor op hetgeen wat wij nu zien. Wat ik net al aangaf, de patenten. Ik zie dat de sheets niet helemaal correct staan, dus excuus hiervoor. Maar de patenten die Anatoly Unitsky krijgt, dat is een bureaucratisch proces. Daar heeft hij geen invloed op. Het enige wat hij kan doen is iets ontwerpen, ontwikkelen, uitvinden. Maar op het moment dat hij dat wil beschermen, dan is hij afhankelijk van een derde partij. En dan is het maar net hoe snel die derde partij zijn uitvinding kan certificeren en kan patenteren, zodat niemand meer ermee vandoor kan gaan. Heel veel mensen vragen ook aan mij van hoe zit het nou met Unitsky String Technologies in Europa? Is men op de hoogte van het bestaan van dit bedrijf? Want ja, ik zie dat er nieuwe treinen komen en ik zie dat er nieuwe bussen komen, maar Unitsky String Technologies is eigenlijk vele malen zijn tijd vooruit. En ja, hoe zit dat? Ik kan er heel kort over zijn. De Europese Unie is op de hoogte van Unitsky String Technologies, maar op dit moment is het heel simpel dat vanwege bepaalde concessies waar landen zich aan moeten houden, is dat Unitsky String Technologies bij overheden er moeilijk tot nauwelijks doorheen komt. De Emiraten is een heel ander verhaal. Die hebben ook bureaucratie, maar die bureaucratie is iets anders. Daardoor zijn ze op dit moment in de Emiraten verder als dat ze in Europa zijn. Als je het hebt over het aanbieden van commerciële trajecten. Dit zijn nog wat andere projecten waar Anatoly Unitsky zelf mee bezig is. Een van die projecten is Spaceway. Mocht je daar meer over willen weten, dan raad ik je aan om even naar zijn persoonlijke site te gaan. Dat is
Junitsky.engineer. Hier op deze site kun je heel veel vinden. Onder andere meer patenten, meer informatie. Maar ook heel veel informatie over Junitsky String Technologies en lineaire cities. Dit is de rolling stock van Junitsky String Technologies. Ik ga deze even rustig met jullie door. We beginnen met de UniWind. Dat is een module voor twee personen. Is een light lichtgewicht module. Topsnelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibike. Dit is het eerst geteste en gecertificeerde model. Dit model heeft een topsnelheid van 150 km per uur. En biedt plaats aan 2 tot 3 personen. Dan krijgen we de Unicar. En zowel de Unicar U4430T3. Exact dezelfde, alleen de een biedt plaats aan 6 personen en de ander biedt plaats aan 18 personen. Beide hebben een snelheid van 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibus U4210. Plaats voor 12 tot 14 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibus U4220T2, oftewel de B-Rail Unibus. Deze biedt plaats aan 48 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Uniflash. In deze configuratie biedt hij plaats aan 6 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we het vrachtvervoer. Op dit moment is de Unicont in volle ontwikkeling. Deze zal binnen niet al te lange tijd ook daadwerkelijk zijn eerste testmeters gaan maken. Zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan krijgen we de Unitruck in zowel de enkele versie als de dubbele versie. De enkele versie zien jullie op de foto, wordt op dit moment getest. In Wit-Rusland heeft een maximale snelheid van 150 km per uur. Wordt ingezet om bulkproducten te transporteren. En dan kun je denken aan graan en aan andere ruwe aardmaterialen. Zowel de Unitrans wordt ook in Wit-Rusland getest. Dat is eigenlijk dezelfde baan als waar de Unitruck op wordt getest. Ook de Unitrans zal straks worden ingezet om bijvoorbeeld ijzer, erts, steenkolen en andere ruwe aardse producten die worden gewonnen op een efficiëntere manier van A naar B te kunnen transporteren. En daar kun je denken aan bijvoorbeeld de mijn die in de bergen ligt, dat er een verbinding wordt gecreëerd naar een havengebied. Dit is nog een vergelijking van Junitsky String Technologies en ons huidige transportsysteem wat wij kennen. Wat eigenlijk keer op keer goed zichtbaar is, is dat Junitsky String Technologies de meest efficiënte en de meest zuinige oplossing is. Dit zijn oplossingen die zijn wel gedaan aan de hand van rekenmodules, want zo moet je uiteindelijk beginnen als je iets ontwerpt. Maar inmiddels zijn deze rekenmodules ook daadwerkelijk zo getest, waardoor ze dit ook zo kunnen delen met ons en de wereld. Dit is geen Photoshop wat je op deze foto ziet. Junitsky String Technologies is een bestaand bedrijf met een bestaand testpark in zowel Wit-Rusland als de Emiraten. Dit is een foto die is genomen tijdens het Ecofest, een van de foto's overigens. En deze foto die jullie hier zien is ook genomen tijdens het Ecofest. En wat ze op deze foto hebben willen laten zien is een van de oplossingen die ze hebben bedacht om een module die pech onderweg heeft te kunnen helpen en zo op die manier de mensen naar het eerste de beste station te kunnen transporteren, waarbij ze op een veilige manier uit kunnen stappen. Dit is een van de vele manieren die is ontworpen. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat elke module is uitgerust met 2 tot 3 extra hulpmotoren. Dus mocht er een van de motoren onderweg pech krijgen, dan is er altijd een mogelijkheid dat er andere motorwielen het overnemen. Mocht dat niet gaan, dan is een van de andere modules die er achteraan rijden in staat om zich aan de eerste module te koppelen en deze of terug te slepen naar het eerste beste station of voor te duwen naar het andere station, waarbij mensen eigenlijk op een efficiënte manier kunnen uitstappen zonder dat ze in de problemen komen. Daarbij wordt, wat ik net ook al een aantal keer aangaf, gebruik gemaakt van artificial intelligence. Deze techniek is zo uitgevoerd dat zowel van buiten als van binnen de camera's alles kunnen detecteren wat er eventueel mis zou kunnen gaan. Daarbij kun je denken dat als er mensen zijn, en mensen zijn altijd vindingrijk, maar mochten mensen op een manier hebben bedacht om de pilaren te kunnen beklimmen, dan zal de module dit detecteren en zal in dit geval de Unicar volledig tot stilstand worden gebracht en ook geen meter meer rijden totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd
om de personen weg te halen van gevaarlijke situaties. Dit is ook nog een foto die is genomen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland tijdens het Ecofest. Je ziet dat hier de modules zowel onderlangs als bovenlangs gebruik maken van één stringrail. Prioriteitsstelling van Unitsky String Technologies. In 2014 is het bedrijf begonnen met het testen en het certificeren en het patenteren van de rolling stock. En deze rolling stock was destijds meer gericht op het personenvervoer. Inmiddels is de vraag langzamerhand komen te liggen van personenvervoer naar vrachtvervoer. Dat wil niet zeggen dat het personenvervoer op een laag pitje is komen te liggen. Nee, zeker niet. Alle modules voor het personenvervoer buiten de UniFlash zijn gecertificeerd en zijn in totaal gecertificeerd en ook direct inzetbaar voor commerciële trajecten. Ze hebben op dit moment een inhaalslag gemaakt met het vrachtvervoer. Dat wil zeggen dat de Unicont binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk wordt getest en gecertificeerd. En dat ze op die manier ook de vraag die heerst van het transporteren van vrachtvervoer op een efficiëntere manier ook gewoon goed kunnen beantwoorden. Het geluid is eigenlijk nauwelijks te vergelijken. De modules van Unitsky String Technologies zijn zeer stil. Dat wil zeggen, als een module op 150 km per uur voorbij komt rijden, is het maximaal aantal decibel wat het produceert, is maar 80 decibel. Dat is niet te vergelijken met een huidige trein van de Nederlandse spoorwegen zoals wij die voorbij horen razen. In de tussentijd, tijdens de huidige pandemie, hebben ze een aantal aanpassingen gedaan op het Ecotechnopark. Een van de aanpassingen die ze hebben gedaan is zogeheten isolatoren en bevestigen tussen de koppelstukken van het ene baanvak naar het andere baanvak, om het simpel te houden. Daarbij hebben ze ook aanpassingen gedaan aan het baanvak, omdat de baan zelf, het klinkt heel gek wat ik zeg, maar daar gaat stroom doorheen. En wat ze hebben gedaan, daar heb ik hier nu geen foto van, maar ze hebben de A- en B-kant beter van elkaar te scheiden, waarbij de stroom niet met elkaar in verbinding komt, maar waarbij ook de opgewekte stroom, bijvoorbeeld waarbij je kunt denken aan zonnepanelen of de opgewekte stroom die de modules opwekken tijdens het reizen of het rijden over de baan, dat het op een goede manier af kan worden gevangen. Dit zijn nog een aantal 3D-tekeningen van Unitsky String Technologies over land, over zee en nog een keer over land. Zo zou het eruit kunnen zien. Zo zal het eruit gaan zien. Maar dit is eigenlijk hoe we in 2014 kennis hebben, hoe we kennis hebben genomen van deze innovatieve nieuwe technologie. De High Speed Unibus, of ik moet inmiddels zeggen UniFlash, is in 2018 gepresenteerd aan het grote publiek. Dat is gebeurd op de Indotrans in Duitsland. En mensen wisten niet zo heel goed wat ze moesten denken of wat ze konden verwachten. Het is een totaal nieuw concept. De Indotrans is een grote transportbeurs waarbij hele grote fabrikanten hun nieuwste innovatieve ideeën kunnen delen met het grote publiek. Een trein is een trein die bestaat al. Die heeft vaak 8 wielen en daartussen zit een wagon. En het enige wat daar gebeurt is dat de wagon een nieuw interieur krijgt. Misschien een beetje meer aerodynamisch wordt ontworpen. Maar that's it. Dat is eigenlijk het meeste wat er gebeurt. Unitsky String Technologies heeft een compleet nieuw concept gelanceerd. Waarbij ieder schroefje, ieder detail wat je op de foto ziet, zelf is gecreëerd. Dit is nog een foto van een van de motorwielen, of het motorwiel. Dit is het best bewaarde geheim binnen het bedrijf en dat moet ook, want hier rusten onze pre-IPO shares die we op dit moment bezitten. Die rusten hierop, dat is het intellectueel eigendom van het bedrijf. Op dit moment zijn er ongeveer 1000 mensen heel erg druk up and running om de technologie die Anatoly Unitsky heeft bedacht, om die te fine-tunen. Zo te creëren dat er daadwerkelijk straks ook gebruik van kan worden gemaakt. Dit is het nieuwe hoofdkantoor in Wit-Rusland. Het is één van de twee kantoren die Unitsky String Technologies bezit. Het oude gebouw, daar groeiden ze langzamerhand uit hun voegen, dus ze hebben een nieuw kantoor moeten betreden. En dat hebben ze inmiddels nu ook gedaan.
Dit is een van de fabrieken die Unitsky String Technologies heeft. Inmiddels zijn er twee andere fabrieken bijgekomen. Hier wordt op dit moment geproduceerd voor de voor het testen, maar hier zal straks ook geproduceerd worden voor de commerciële trajecten om de modules te kunnen leveren die nodig zijn om straks ook te kunnen gebruiken. Dit is het Ecotechnopark in Wit-Rusland. In 2014, het is een voormalig tankterrein, daar groeide nagenoeg helemaal niks op. Dit is een foto uit 2019, zo ziet het er ongeveer nu uit, ook wel niet meer. Want er zijn een aantal, of er is een baan in aanbouw. Maar wat leuk is om te zeggen is dat het eerste commerciële traject wat Anatoly Unitsky bekend heeft gemaakt tijdens het online Ecofest, zal in Wit-Rusland worden gebouwd. En dat zal van de weg aan de onderkant van de foto naar de grote vijver, of naar de grote waterpartij die jullie zien, daar zal die komen. Dat is een traject van 1125 meter lang. Anatoly Unitsky heeft in de tussentijd ook een gigantisch vakantiepark gerealiseerd. En dat is een park dat volledig ecologisch is. Dat wil zeggen, mensen kunnen vissen in de vijver en kunnen nadien hun eigen gevangen vis barbecue klaarmaken en zelf opeten. Dit zijn nog wat foto's van het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Je ziet hier een Unicar en een Uniwind. Deze foto's zijn gemaakt medio 2019. Dat was het laatste Ecofest wat we hadden, want helaas door de pandemie is het Ecofest vorig jaar heeft dat online plaatsgevonden. Samenwerking. Unitsky String Technologies heeft tal van samenwerking met onder andere gerenommeerde bedrijven. Een van die bedrijven is het Belgische Bekaert. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En zij hebben staal geleverd voor Unitsky String Technologies. Zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten. Mocht je het leuk vinden, kijk eens op Google Earth. Zoek dan het Research and Technology Center in Sharjah op. Als je iets naar beneden scrolt op de pagina, zie je ook de haspels liggen. Dan hebben ze nog andere samenwerkingen. Een van de samenwerkingen, maar die hier ook niet op staat, is met bijvoorbeeld Dassault Systèmes. Dassault Systèmes is een gerenommeerd Frans bedrijf wat zich bezighoudt met technologie voor de aviation, onder andere voor de luchtvaartindustrie. En zij hebben ook ideeën geleverd voor Unitsky String Technologies. Dan gaan we van Europa naar de Emiraten. Dit is het dit is het testpark op het Sharjah Research and Technology Center. Dit is een 3D tekening van een aantal gebouwen. Een aantal gebouwen zijn inmiddels al af. Zo is de 400 meter lijn is af. Het ecohuis of het ecodoom, het enigste houten huis in de Emiraten, is af. In aanbouw zijn de 2,5 kilometer lange lijnen. En verder zijn er nog een aantal andere gebouwen, ook in aanbouw. Dit is een maquette, ook 3D, hoe dat er ongeveer straks uit zou gaan zien. En hier zien jullie bestaande foto's van de aanbouw van de 2,5 kilometer lijn, waarbij ik net ook aangaf dat de intermediate supports die jullie hier zien, dat er hier een spanwijdte straks van wordt gecreëerd van 288 meter tussen elkaar. Op de achtergrond zie je het houten ecohuis. Deze is inmiddels helemaal af en hierin worden ook onder andere delegaties ontvangen van overheden en journalisten. Dit zijn een aantal gebouwen die af zijn, waaronder ook weer een foto van het ecohuis rechtsboven. Dan een foto van een gebouw voor de technische dienst. Linksonder zien jullie een foto van een van de twee stations die in aanbouw is. Zal inmiddels een stukje verder zijn. En zo ziet dat de eerste 400 meter lijn en nu uit die inmiddels ook operationeel is. Op met deze lijn of op deze lijn is er een spanwijdte gecreëerd van 200 meter tussen de ene en de andere intermediate support. En dan weer 100 meter van de ene intermediate support naar de anchor support. Deze lijn is inmiddels operationeel, is gecertificeerd. De Unicar U430 Tropical Version is een VIP versie. En hierop worden op dit moment, of hiermee worden overheidsdelegaties vervoerd van, om ze op die manier een goede indruk te geven van hoe het is om te reizen met Unitsky String Technologies. Ook journalisten krijgen deze mogelijkheid. Daar kom ik zo meteen later op terug. Maar je ziet ook wel dat er een containermodule is ontworpen die gebruik maakt van diezelfde stringrail.
alle gegevens die op dit moment worden of vrijkomen, die worden opgedaan met het testen van deze module, zullen straks worden gebruikt om de grote Unicont nog efficiënter te kunnen testen. Dus het werk wat je hier op deze foto ziet, is niet van we rijden even met een container van de ene paal naar de andere paal. Nee, dat zijn serieuze testen. Ga ervan uit dat elke module die je hier op de foto ziet, op het moment dat die wordt getest, dat die 3 tot 4 keer zwaarder wordt beladen dan dat eigenlijk nodig is en dat zal hoeven. Dat is eigenlijk om ook ervoor te kunnen zorgen dat de stringrail het maximaal aantal gewicht ook gewoon kan blijven dragen zonder dat het knapt. Toekomst Dubai, er is heel veel over bekend. Op dit moment is het zo dat de RTA, dat is de transportautoriteit van Dubai, het Emiraat Dubai, heeft een vraag uitgezet. En die vraag was heel simpel. Wij willen op dit moment eigenlijk een transportsysteem in onze stad hebben dat milieuvriendelijk is en dat efficiënt is. Er zijn 3 bedrijven die zich daarop hebben ingetekend. Kun je teruglezen op Google. Eén daarvan is Beamcar uit Engeland. De andere is Skytrain uit Amerika. En de andere is Unitsky String Technologies, of voorheen Skyway. Daar zullen we zeker ook op terug kunnen vinden. 3 bedrijven. Unitsky String Technologies is het bedrijf dat het meest concreet is en het meest ver is. Dat wil zeggen, wij hebben 2 testparken, zowel in de Emiraten als in Wit-Rusland. En wij hebben eigenlijk, simpel gezegd, de beste papieren. Omdat wij nagenoeg klaar zijn om straks ook de commerciële routes te implementeren. En daar ga ik later ook even op terugkomen. Daarnaast kun je ook zien dat de Sheikh van Dubai betrokken is bij de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Want Unitsky String Technologies is nog altijd te zien in de promotievideo's van de RTA of de promotievideo's van onder andere het Dubai 2040 Urban Masterplan. En daarop is gewoon kort te zien dat Unitsky String Technologies eigenlijk de technologie is die wordt vermeld in de video's en dat niet Skytrain is en ook geen Beamcar is. Wat ik net al aangaf, de Emiraten zijn volop op de hoogte, volgen het ook op de voet. Onder andere de Sheikh van Sharjah, of de Sultan van Sharjah, is daar persoonlijk bij betrokken. En volgt het daarbij ook net zoals als de Sheikh van Dubai, nauwlettend. Even kijken hoor. Waar staan ze nu? Ik ben even afgeleid door wat ik zag. Wat ik net al aangaf. De bouw van het test- en certificeringscentrum in Sharjah is in volle gang. Dat centrum maakt uit van het Sharjah Research and Technology Center. Dat is een universiteit die wereldwijd te vergelijken is met bijvoorbeeld andere universitaire plekken zoals Oxford of Harvard, ik kom even nu niet op de meest bekendste, maar deze kun je eigenlijk al met elkaar vergelijken. Inmiddels sijpelen er ook mondjesmaat steeds meer berichten door van eventuele trajecten in de Emiraten. Daar kom ik ook zo nog even op terug. Goed, waarom investeren mensen in dit ecologische concept? Mijn persoonlijke mening voor wat het waard is en voor wat het ertoe doet, is dat het er op dit moment eigenlijk de meest innovatieve technologie is waar je in zou kunnen investeren. Maar ook de meest beste technologie voor onze aardoppervlakte. Je ziet dat op dit moment de huidige techniek zoals zonnepanelen, dat het fantastische ideeën zijn, maar dat in bepaalde landen zonnepanelen niet zo efficiënt zouden kunnen zijn zoals ze zouden kunnen zijn. Maar waarbij wel de wind die het zou kunnen opleveren niet voldoende is die het eigenlijk zou kunnen zijn. Daarbij ben ik heel simpel. Een zonnepaneel in de Emiraten is vele malen effectiever dan een zonnepaneel in Noord-Europa. In Noord-Europa zou je eerder kunnen denken aan windtechnologie, maar ook die technologie is vrij duur. Daarbij worden eigenlijk al deze technieken in Noord-Europa gesubsidieerd. En de technologie van Anatoly Unitsky String Technologies, wordt niet gesubsidieerd. Nee, die wordt ondersteund door middel van crowdinvesting.
de voordelen. Ik heb ze eigenlijk al mondjesmaat genoemd. Een efficiëntere manier om personen van A naar B te kunnen transporteren. Het teruggeven, onze aarde adempauze geven, waardoor het zich kan herstellen. En zo zijn er eigenlijk nog tal van voordelen die deze technologie met zich meebrengt. Waar ik net ook al aan refereerde in het begin van mijn presentatie is dat ik gebruik maak van de applicatie AdvaHunter. Wat is AdvaHunter? AdvaHunter is een applicatie die het mogelijk maakt voor iedereen die Unitsky String Technologies een warm hart toedraagt of het leuk vindt om dat aan mensen te laten zien, dat ook dan gewoon kan. Wat je op deze foto ziet zijn een aantal modules van Unitsky String Technologies, maar in een bestaande omgeving. Ik heb met deze foto's constant een indruk willen geven van hoe dat eruit zou kunnen zien in onze eigen omgevingen. Omdat vaak zien we computeranimaties, maar het is vele malen krachtiger en belangrijker dat je ook een indruk kunt krijgen hoe dat er in je eigen omgeving uitziet. Zodat je zelf ook meer betrokkenheid kunt krijgen bij het project. Maar ook mensen kunt laten zien. Goh, dit is hoe het eruit ziet. Dit is geen visualisatie van bijvoorbeeld een stad in Rusland, maar dit is gewoon een visualisatie in je eigen omgeving. Dit zijn ook nog een aantal foto's die ik heb genomen. En wat gewoon wederom opvalt, is dat het enige wat de grond raakt, is de intermediate support. Verder is gaat alles bovenlangs en je bespaart ontiegelijk veel aardoppervlakte, waardoor de natuur ook terug kan komen in nagenoeg zijn eigen oorspronkelijke staat. Kan ik in deze technologie participeren? Ja, dat kan zeker. Ik raad iedereen even aan om daarvoor contact op te nemen met degene die je voor deze presentatie heeft benaderd. Hij of zij zal prima in staat zijn om je alle ins en outs van deze opportunity, mogelijkheid, zo je wil, te vertellen. Mocht dat niet zo zijn, aan het eind van deze presentatie komen ook nog mijn contactgegevens. En dan, mocht je daarbij prettig voelen, dan is het ook mogelijk om even contact op te nemen met ons. Of in dit geval met mij of met de andere persoon. Laten we het kort samenvatten. Dit transport is eigenlijk vele malen efficiënter. Het is ecologisch verantwoord. Het is CO2-neutraal. Ik kan het zo gek niet bedenken. Maar eigenlijk zitten er weinig nadelen aan deze nieuwe technologie die Anatoly Unitsky al meer dan 40 jaar heeft gecreëerd. En waarbij hij eigenlijk constant bezig is om dat te fine-tunen, om het nog beter voor elkaar te krijgen. Zodat hij ons een fantastisch product kan bieden, waardoor mensen gewoon op een efficiëntere manier gebruik kunnen maken van openbaar transportsystemen. Hier in Noord-Europa hebben we op zich een vrij goed transportsysteem, maar er zijn landen zoals in Afrika en zowel in de Emiraten waarbij het transportsysteem voor het openbare vervoer nog op gang moet komen. Ik refereerde net ook al aan journalisten. Er is eigenlijk op dit moment sinds een aantal weken een vloedgolf van mediaberichten die eigenlijk ons als investeerders, dan wel potentiële investeerders, die ons benaderen. Onlangs heeft CNN ook een bericht geplaatst en toen CNN een bericht heeft geplaatst, volgden een hele hoop andere bekende nieuwszenders zoals CNBC, ABC, Fox News, Sky News, de Roemeense televisiezenders hebben erover bericht, Italiaanse, Spaanse nieuwszenders hebben erover bericht. Engelse, Duitse, Franse. Ik kan de lijst met name heel lang blijven maken. Maar ik ga hem afsluiten met de Chinese en de Koreaanse mediabedrijven hebben over Unitsky String Technologies bericht. En dat was al met al positief, omdat er geen enkel bedrijf is wat kan tippen aan de technologie van Anatoly Unitsky. Dan is dit eigenlijk ook wel even leuk om met jullie te delen. De Emiraten is volop betrokken bij Unitsky String Technologies. Dat wil zeggen, op deze foto zie je een routevoorstel dat daadwerkelijk is gedaan voor Dubai. Dit komt uit de presentatie. Deze kunnen jullie zelf ook downloaden op de site www.uskytransport.com. Dat is een site die is gelanceerd vanuit de Emiraten. Maakt onderdeel uit van unitsky.com. Maar dat wil zeggen dat
Dubai heeft een vraag uitgezet. Unity String Technologies heeft daarop geantwoord. En dat is dit. Dat is heel simpel. Ze willen een verbinding tussen de luchthavens en de haven van Dubai. Verder is kun je eigenlijk op deze presentatie, niet op deze sheet, maar als je deze presentatie zou downloaden, ook een roadmap vinden. En daarbij kun je zien dat er medio, als de expo plaatsvindt, dat er een commercieel traject zal moeten worden getekend. Dan is hier een foto van, wat ik ook wel heel leuk vond om met jullie even te delen, van een maquette voor de expo. Dit is het model wat op de expo wordt gepubliceerd en tentoongesteld om de mensen over de hele wereld kennis te laten maken met Unitsky String Technologies. Je ziet hier op twee lineaire cities en daartussen zie je een aantal kabels gespannen waar modules over rijden. Er is een site voor, die heb ik onlangs wel gedeeld op de Skype groep en in de Facebook groepen. Ik raad iedereen aan om even naar deze site toe te gaan, want dan zie je eigenlijk wat Anatoly Unitsky voor idee heeft gecreëerd, maar hoe deze maquette in elkaar is gezet. Investeren naar de 15e stage. Ja, er gaan een hele hoop investeringsopportunities nog aankomen. Zeker is die er gaan komen, is er één voor de cryptocurrency, de tokens. Dat zal straks allemaal plaats gaan vinden. Op dit moment zitten we in fase 14.2. De focus is op dit moment ook nog even op om die fases goed mogelijk door te lopen. En zodra dat is gedaan, zullen er ook andere situaties of andere mogelijkheden met ons worden gedeeld. Wat we ook kunnen gaan verwachten is, die sheet heb ik hier niet tussen staan, omdat ik anders te veel sheets zou krijgen, maar ik wil er wel wat over vertellen, is dat dat de commerciële trajecten met ons worden gedeeld. Ik wil hierbij ook even met klem met jullie delen dat op dit moment is er heel veel informatie die ik rond zie circuleren op social media. Facebook, af en toe zie ik dat ook in Skype groepen. Dat is informatie zonder officiële bronvermelding. Ik wil daarbij ook met klem aangeven dat je deze informatie niet serieus moet nemen. Neem enkel informatie serieus waarbij er bronvermelding is vermeld. Want het bedrijf wil en kan geen negativiteit zichzelf permitteren. Wat er gebeurt als mensen deze informatie lezen, en dat is allemaal hartstikke positief. Ik bedoel, iedereen die investeert in Unitsky String Technologies draagt dit bedrijf een warm hart toe. Dus dat begrijp ik ook vanuit mijn positie als lid van de communicatiegroep. We begrijpen dat ook, maar het is informatie die niet is getoetst, die niet is bevestigd en niet officieel is gedeeld door Unitsky.com. Soms deelt SkyWorld Community ook de informatie. Dat is oké, dan staat er een bronvermelding bij, dan komt het van hun. Maar als de informatie rondgaat over routes die eventueel wel of niet zullen komen, wat ongetwijfeld zou kunnen, maar zonder bronvermelding, dan is het hartstikke leuk. Neem dat de kennisgeving aan. Laat het ook even voor wat het is, want er ontstaat best wel wat verwarring, omdat men, 9 van de 10 keer is het voor mensen niet te bevatten. Dus nogmaals, mocht je informatie zien waarbij geen bronvermelding staat, maar waarbij wel over feiten wordt gesproken, hartstikke mooie informatie. Neem dat even de kennisgeving aan. Dat wordt gedeeld door enthousiasme vanuit iedereen, vanuit mensen. Maar neem enkel de informatie tot je waarbij er een bronvermelding wordt gedeeld vanuit Unitsky String Technologies of SkyWorld Community. Dit zijn de nieuwe sites die jullie ook kunnen raadplegen. De eerste is uskytransport.com, wat ik net al aangaf, fantastische site. Daar wordt dagelijks eigenlijk heel veel nieuws, informatie en updates opgedeeld. De andere is bysws.com. Deze site wordt gelanceerd straks in samenwerking met www.svg.io. Deze sites zullen zich bezighouden met de tokens. Dit zijn de bestaande, de wat oudere sites. De eerste is www.skyworldcommunity. Die is van Skyway Community, dat is www.skyway.capital. Oude bron of URL-naam, excuus. Maar het is natuurlijk SkyWorld Community. Daarop kun je een hele hoop informatie vinden. Officiële informatie met bronvermelding.
belangrijk om te zeggen. Dat geldt ook voor www.unitsky.com. Dat is de officiële site. Alle informatie die daar vandaan komt, dat is gewoon de officiële site. Officiële kun je het niet krijgen. En dan krijgen we www.unitsky.engineer. Dat is de site van Anatoly Unitsky zelf. Ook weer zijn officiële site. Alle informatie die daarop staat, klopt. En dat is echt, beter dan beter kun je wederom niet krijgen. En dan krijgen we dus Facebookgroep, Nederland-België Facebookgroep. Daarop deel ik enkel officiële berichten die een bronvermelding bij hebben. Enkele keer zal ik er een bericht indelen zonder bronvermelding, maar dan is het wel een bericht dat is getoetst en dat is goedgekeurd door Unitsky.com of de Skyworld Community. Dit zijn de contactgegevens van mij en Nettie Sommers. Wat ik net al aangaf, mocht je met een vraag zitten, een probleem zitten of wat meer informatie willen, dan kunnen jullie indien gewenst ons benaderen en wij zullen jullie zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn. En eigenlijk 99% van alle vragen kunnen we beantwoorden binnen een niet al te lange tijd. En sommige vragen zijn iets moeilijker en die proberen we ook te beantwoorden. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie vanuit mijn kant hartelijk danken voor jullie aandacht. Rest mij weinig anders te zeggen dan jullie een fijne avond toe te wensen. Dan wel een fijne vakantie. En mocht je op vakantie zijn, een fijne voortzetting van je vakantie. Mocht je net terug zijn van je vakantie, dan hoop ik dat je met frisse moed bent teruggekomen. Geniet van de komende periode. En ik hoop jullie natuurlijk weer te mogen begroeten op de eerstvolgende online webinar die aankomende week zal plaatsvinden. Fijne avond!